We gaan een aantal debatten doen. En het eerste debat gaan we doen met Nienke van Renssen van GroenLinks. Die mag naar voren komen. En met Hala Naoum Néhmé van de VVD. Die mogen aan weerskanten van mij plaatsnemen. En dan ga ik de eerste stelling inleiden. Uit het gesprek met de woningcorporaties kwam naar voren dat zij het probleem met achterstallig onderhoud beter kunnen aanpakken als zij in de eerste plaats meer financiële middelen hebben. De verhuurdersheffing, een heffing die woningcorporaties betalen aan het Rijk, drukt op de begroting van de corporaties. De vraag is of het extra geld het probleem van achterstallig onderhoud zal helpen. Dus de eerste stelling luidt: extra financiële middelen voor woningcorporaties vanuit de overheid gaat het probleem van achterstallig onderhoud niet oplossen. En dan geef ik eerst het woord aan de VVD. Ja, ben ik goed te verstaan? Ja. Ik ben het wel eens met die stelling. En ik neem jullie mee naar de leeftijd van de coöperatiewoningen in Nederland en zeker in Amsterdam. Wij hebben heel veel cijfers over de woningvoorraad. En wat blijkt, dat over heel Nederland genomen, en Amsterdam is dat nog erger, is 3/4 van de coöperatiewoningen 30 jaar of ouder. In Amsterdam is die verhouding wat schever. Dat betekent dat in Amsterdam, gemiddeld genomen, de woningen ouder zijn dan de rest van Nederland. Wat betekent dat eigenlijk? Dat die woningen ook al voor de verhuurdersheffing van 2013, want daar gaat deze stelling over, te maken hebben met ernstige vormen van verwaarlozing en achterstallig onderhoud. Want als 3/4 van je woningen ouder is dan 30 jaar, had je ook problemen voor 2013. Nou, volgens mij hoef je niet hele grote wiskundige vaardigheden voor te hebben om dit te snappen. Volgens mij, waar gaat het om? Volgens mij gaat het om een heel simpel iets wat we zagen mislopen bij de corporaties. En dat is dat ze hun kerntaken verwaarloosden. We zagen dat ze Maseratis gingen kopen als dienstwagens, dat ze apen gingen adopteren in dierentuinen, dat ze zelfs woningen gingen bouwen buiten Nederland. Terwijl ze zich niet afvroegen, waartoe zijn we op aarde? Nou, volgens mij zijn ze op aarde om twee dingen. Op de eerste plaats je bestaande woningen goed onderhouden. Ja. En op de tweede plaats nieuwe sociale huurwoningen. Oké, dus de verhuurdersheffing afschaffen gaat niks oplossen. Want ze hebben al geld genoeg eigenlijk. En anders hadden ze het eerder moeten doen. Precies. Nienke. Nou, daar ben ik het zeker niet mee eens. Dat is ook een van de redenen waarom we absoluut pleiten voor afschaffing van de verhuurdersheffing. En wie weet dat dat deze week misschien gaat gebeuren. Ik denk dat dat namelijk echt bij kan dragen aan woningverbetering en een leefbaarheid in wijken. Want het is geen geheim, uit onderzoek blijkt ook dat woningcorporaties onvoldoende middelen hebben om een publieke taak te uitoefenen. En dat is inderdaad het verhuren natuurlijk van sociale woningen en het beheer van die woningen, maar ook het bouwen, maar ook het verduurzamen. En als er onvoldoende middelen zijn, wat er nu dus het geval is, dan blijkt dus ook dat niet al die publieke taak naar behoren kan worden uitgevoerd. En een van de dingen die dus dan minder goed gebeurt, is onder andere het onderhoud van die bestaande woningen. En dat heeft twee hele kwalijke gevolgen, namelijk onder andere dat bewoners, de gezondheid van bewoners hebben eronder te lijden, maar ook de leefbaarheid van de wijk. En het kan zelfs zorgen voor tweedeling in wijken. En ik vind het ook echt kwalijk, want het is namelijk echt een effect van doelbewust liberaal beleid. Want sinds 2013 hebben we die verhuurdersheffing, we hebben veel te laat afgeschaft. En bijna vorig jaar hebben Amsterdamse corporatiewoningen, Amsterdamse huurders, dus de corporaties hebben 200 miljoen overgemaakt naar Den Haag. Dus dat zijn de Amsterdamse huurders die 200 miljoen ophoesten. Ja. En dat hadden we ook in die woningen kunnen steken. En ik GroenLinks vind het echt absurd dat we dat dus nog doen en dat we op die manier die publieke taak uitkleden. Er is toch te weinig geld. Ja, en dat is onder andere dankzij in Amsterdam, dankzij GroenLinks. Want laten we niet vergeten. Zo onzin, maar ik ben heel benieuwd wat je gaat zeggen. Nou, GroenLinks verbiedt toch ook corporaties om woningen te verkopen? Ik wou dat we dat konden verbieden. Als het probleem, nou dat is volgens mij, dat staat ook in de prestatieafspraken. Dus die afspraken die GroenLinks belangrijk vindt, krijgen keurig hun weerslag in de prestatieafspraken. Maar onderhoud en dwingende afspraken daarover, dat blijft achterwege. Als het probleem daadwerkelijk is gebrek aan geld, dan vind ik het op een paar vlakken misgaan in Amsterdam. Waarom mogen corporaties geen sociale huurwoningen verkopen? Want dan heb je twee vliegen in één klap. Als je de oude verkoopt, krijg je dan geen geld om dan ergens onderhoud te plegen. En dan kan er zeg maar meer evenwicht komen op de Amsterdamse woningmarkt. Oké, laten we even dit punt nemen. Het verkopen van de huurwoningen. Nou, dat is natuurlijk, dat is geen oplossing. En zeker hebben we afspraken gemaakt dat er stop moet komen op verkoop van sociale huurwoningen. Want we willen niet dat onze sociale voorraad in de uitverkoop gaat. Maar belangrijker nog is dat de druk op de woningmarkt, die zorgt er eigenlijk ook voor dat ook een druk is op die woningkwaliteit. En ook, we moeten dus hebben over de beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar dus ook over die kwaliteit van de woningen. Want iedereen heeft dat recht om te wonen. En het gaat niet om heel veel vierkante meters. Het gaat om een goed en om een veilig dak boven je hoofd. En dat kan ook met sociale huisvesting. We hoeven niet woningen te verkopen. Nee, maar Nienke, jouw stelling is, er is te weinig geld. Ik zeg, je kan de oudste woning in Amsterdam kan je verkopen. Want dan heb je en minder lasten voor onderhoud. En je hebt meer geld om elders wat te doen. Dan zeg je nee, dan heb ik een tweede oplossing voor je. Ik probeer het makkelijk te maken. Gewoon oplossingen aandragen. Slopen. Als je met een coöperatiedirecteur spreekt, dan zeggen ze, onze woningen zijn zo oud dat het goedkoper is om ze te slopen en nieuwe sociale huurwoningen te bouwen dan dezelfde woning te renoveren. Ja. En wat zien we? Er is bij linkse partijen om een of ander duistere reden altijd een taboe op slopen. Oké, daar gaan we nu over praten. Slopen. Je kan niet alles uitsluiten. Hè? Je kan niet verkopen van sociale huurwoningen niet willen en slopen niet willen en blijven wijzen naar Den Haag. Ik weet niet wat ik hoor. De woningen zijn te oud en we moeten ze eigenlijk slopen. Dat is wat de VVD zegt. Ik denk dat we trots mogen zijn op onze sociale woningvoorraad. Maar dat we die ook met name moeten beschermen. En dat gaat er ook om, dat gaat ook om sociale structuren. En dat gaat om wijken. En mensen die 30 jaar lang keurig hun huur hebben betaald, die hebben gewoon recht op beheer en onderhoud. En daar kun je niet aan verkopen dat je jarenlang moet wachten, dat dan een blok wordt gerenoveerd. En dat de buren aan de overkant in een nieuwbouwwoning wonen warm en comfortabel. En dat zij nog steeds zitten met de rioolvliegjes of een lode leiding. En Amsterdam, en wij vinden het echt onbestaanbaar dat daarvoor wordt gepleit of dat sloop dan een oplossing zou zijn. Uiteindelijk gaat het erom. Nienke, stel je we gaan even uitpraten. Ja. Huisvesting is gewoon een publieke taak en daar moeten we geld aan uitgeven. Maar artikel 22 van de grondwet zegt ook dat de overheid zich de woongelegenheid moet aantrekken. En dat is dus waar we voor pleiten en dat mag geld kosten, ja. En dat is geen enkel probleem voor GroenLinks. Oké, nou ik dacht dat geld het probleem is, maar nu mag het wel geld kosten. Van de overheid, maar niet van de corporaties. Kijk, mijn punt is heel simpel. Jij en ik zijn lid van een commissie, raadscommissie Wonen aan Bouwen. Iedere maand komen bewoners uit Amsterdam-Noord, Maarten de Boer aan zijn mensen. Ik vind het jammer dat hij niet in de zaal zit bij ons inspreken. En in de vergadering van april of mei uit mijn hoofd heeft een van die mensen gehuild. Daar was jij bij. Omdat hij zei, ik voel me in de steek gelaten, ik kom iedere keer inspreken en niemand doet wat. Hij woont uit mijn hoofd in een woning met energielabel E of F. Hoe goed wij ook die woningen gaan isoleren, ze zullen nooit teruggaan van energielabel E of F naar A. En als dat moet gebeuren, dan kost dat A ontzettend veel geld en B, dat is niet in één keer gedaan. Ik zou zeggen, gun die mensen in Amsterdam-Noord sloop nieuwbouw, zodat ze wel terug kunnen komen in een woning met energielabel A. Daar is iedereen bij gebaat. En dat is op geen enkele manier geen respect hebben voor de sociale huurwoningen. Want die vervullen, dat wil ik wel heel graag zeggen, die vervullen voor de lage inkomens van onze stad een buitengewoon belangrijke functie. Ja, helder. Laatste reactie van GroenLinks. Nou, waar de mensen echt behoefte aan hebben is dat er respect is voor de sociale structuren, dat zei ik. Dus dat het ook gaat om de wijk en de gemeenschap en die moet je niet in één keer kapot maken. Maar wat ons betreft is het voornamelijk ook echt heel belangrijk dat we meer doen om bewoners te beschermen. We moeten bijvoorbeeld ook kijken niet alleen naar corporaties en hun dus meer ruimte geven door de verhuurdersheffing af te schaffen, maar we moeten bijvoorbeeld ook zorgen voor goed verhuurderschap en dat moeten we stimuleren. En dat geldt dan ook voor particuliere verhuurders en dat kunnen we bijvoorbeeld doen door een verhuurvergunning in te voeren. Dus dat is een van de stappen die we daarnaast nog kunnen zetten. Naast dus ook het helpen van bewoners en actie ondernemen en als een sterke overheid achterstallig onderhoud aanpakken. Oké, daar gaan we later ook door over praten. Dankjewel VVD en GroenLinks voor dit korte debat.